Het SHETC werkt samen met het ministerie van TCT om de behoefte aan gekwalificeerd personeel in de Surinaamse horeca- en toerismesector aan te pakken. Het partnerschap richt zich op het uitbreiden van trainingsprogramma's naar verschillende districten. De samenwerking heeft in 2023 ongeveer 11 succesvolle landelijke trainingen opgeleverd, waarbij ongeveer 228 personen zijn opgeleid. Het doel is om deze inspanningen voort te zetten in 2024 en de groei en ontwikkeling van de toerismesector te blijven stimuleren. SAO heeft tijdens haar viering op 8 januari dank uitgesproken voor de behaalde successen, waaronder het certificeren van 1378 personen in avondopleidingen en projecten. Minister Stephen McAndrew waardeert de inzet van alle betrokkenen en benadrukt het belang van samenwerken. De voorzitter en directeur uiten dank voor de inzet en benadrukken het belang van vakscholing in Suriname. SAO is het grootste reguliere vaktrainingsinstituut in het land. Heiwerkzaamheden aan de Guaranistraat in Münder, inclusief de balk over alle drie blokken, zijn voltooid. Het Nationaal Uitvoeringsbedrijf NUB begon met de koppeling van de overkluizing onder de Napelstraat naar de Guaranikreek. De aannemer zal nu de focus leggen op bestrating van bermen, het storten van keerwanden en het verbeteren van de afwatering van de weg. Het project begon op 26 maart 2021 en zal ruim 500 werkdagen in beslag nemen, met als doel het elimineren van verzakkingen en afkalving.